Oké. Okay. Johnny, in het boek staat dat jij erachter komt. Eigenlijk, natuurlijk ken je het oeuvre van je moeder, ook van voordat jij kwam. En dat is misschien ook wel een heel, heel belangrijk deel van je carrière. Dat je Dinant Woesthoff, je grote vriend, nodig hebt om te zien hoe goed je moeder eigenlijk is. Ja, ja, dat is heel gek. Als je gewoon als zoon van, dan is het gewoon je moeder. En dan zie je een optreden en denk je, ja, dat is voor de zoveelste keer zingt ze dat liedje. En Dinant heeft mij toen op zulke goede manier verteld eigenlijk wat Willeke doet met mensen. Hoe ze raakt, hoe ze betovert. En eigenlijk vanaf toen ben ik daar wel anders naar gaan kijken. En ben ik ook om me heen gaan kijken. En merkte ik dat gewoon elke keer weer lukte. En ja, als je dat al zo lang op die manier doet. Ik bedoel, ik ken eigenlijk niemand die vanaf de 10e dat doet. En op de 70e nog steeds 5 avonden in de week in de musical staat. Ik ken eigenlijk niemand die dat op die manier heeft gedaan. Het is royalty hier. Ja. Laten we kijken. We gaan 2 keer naar je moeder kijken. 1 keer totdat jij geboren werd. Allemaal voor jouw tijd. En daarna in jouw tijd. Dit is voor jouw tijd met de films. Actrice, film. Jeetje, Mina. Geschiedenisles. Pieter, wist jij het allemaal? Ja, nee. Oké, kijk dan. Ja, ga nu zeker kijken. Spiegelbeeld, vertel eens even. Wou hem niet missen voor geen miljoen. Dat staat in mijn dagboek te lezen. Sport, mint, muziek. Kijk maar naar ons publiek. Zaterdagavond. Zo vrij als een pier. Ik ben zo vrij als een vogel. Blijf zitten, kind. Je zal van je leven nog genoeg moeten staan. Elke minuut dat je billen is meegenomen. Hoe heet je? Marleen, je vrouw. Marleen. Je hebt nog geen kans om je te revancheren. Anders kun je direct je koffers pakken. Mijn hoofd, dat ik die hemel krijg, die me wordt beloofd. We zagen hier Rode Sien, grote film van Frans Wijs. Je zat niet zo lang geleden in Goede Tijden, Slechte Tijden. En heel veel mensen dachten, god, leuk dat ze ook een beetje acteert en dat ze dat mag nu. Op de, ja. Het historisch besef is al gering, het geheugen misschien nog geringer. Mensen weten het niet meer, hè? De jongste mensen. Nee, maar dat... Ja, dat jij gewoon groot op de affiches en op de City Theater stond. Hup, Willeke Alberti is Rode Sien. Ja, maar wat moeten ze daarmee? Het weten? Nou... Ja, nou ja, als ze dat willen weten, dan moeten ze dat boek kopen. En staat echt alles in. Maar ik leef eigenlijk veel meer in vandaag. En ik zie wel wat er morgen gebeurt. En waar ik apetrots ben, is dat ik Tante Perenboom ben bij Woesel en Pip. Ja. En wat ik elke avond voorlees, als het kan, aan mijn kleinkinderen. Ja. Maar met Jeroen Grabé, even slippers. Ja. Of 2 op de WIP. Ja. Ik weet het nog goed, ik ben er naartoe gegaan. Zo oud ben ik dus ook. En dat was een sensatie. Jeroen Grabé kwam van Globe, geloof ik. Echt, het was een goede acteur. Die kwam naar een vrije productie. Nederland was verdeeld in kampen. Weergaloos succes. Ischa Meijer op rij 1 schrijft een lovende recensie. Ja, dat was de eerste productie van Joop van den Ende als toneel. En nou ja, dat is natuurlijk ook, denk ik, een heel groot geluk geweest... dat ik met de allergrootste van Nederland heb mogen spelen. Waardoor je altijd een goede partner hebt om mee te spelen. Daar heb ik ontzettend veel steun aan gehad. En de laatste keer met de Jantjes, ja... dan ben je met allemaal jonge mensen bij de Jantjes aan het spelen... En ik zal je vertellen, dit is echt een van de leukste dingen die ik gedaan heb. Mag ik nog tot slot even je carrière vanaf Johnny? Want dat hebben we nog helemaal. Daar kom jij ook, dit ga je herkennen. Mag ik mogen het zien, jongens? Tot slot, tuurlijk. Men juicht voor Ajax, ik juich voor Seuren. Niemand laat zijn eigen kind alleen. Bedankt waar dames zijn, is samen lachen. Samen huilen, gebabbel. Oh, ik wil een man, ik wil een man. Gebabbel. Wat hebben we plezier gehad van ome Jan zijn geld. Jij bent de zon die mij zal verwarmen. Omdat ik zo veel van je houd. Ik weet het zeker, je komt er wel doorheen. Als aan je haren niet gepermaneerd. De glimlach van een kind dat nog een leven voor zich heeft.
Jongens, heb mooie dagen in Carré. Jij vooral natuurlijk, maar ik neem aan dat jij ook vanzelfsprekend. Ja. Erg leuk dat jullie hier waren. Bijzonder boek. Complimenten. Tot zover. Tot morgen.